waarom zitten jullie hier voor weer een Doom review? Want ja, vorig jaar is de game natuurlijk al door mij gereviewd en een hele mooie video review. Maar de game komt ook naar de Nintendo Switch, of eigenlijk hij is al uit. Hij is er al. En je zou denken, what the fuck, een bloody demon shooter op een Nintendo console, het kan. Het kan. En jij hebt hem gereviewd. Ja. Ja, het is in feite dezelfde game, maar vertel, hoe draait hij op de Switch? Nou, allereerst wat je zegt, het is inderdaad heel raar om te zien dat als je het menu van de Switch opendoet en je ziet echt allemaal van die kleurrijke leuke spelletjes, Mario Odyssey, Mario Kart, en in één keer zie je zo'n Revenant met bloed en, oh man. Ja. Ja, ik word er blij van. Ik word er echt wel blij van. Doom is een game die al op de andere consoles eigenlijk gewoon wel 60 frames per seconde aantikt. Dus dat helpt ook wel dat hij het op andere dingen ook wel heel goed draait. Ja. Dus optimaliseren naar de Switch wel wat makkelijker. En dat draait hij gewoon naar behoren. De 60 gaat hij er nooit aantikken. Ik bedoel. Nee, ja, dat moet wel even duidelijk zijn. We hebben natuurlijk vorig jaar op de PC en de consoles hebben gezien. Doom is behoorlijk mooi. De game draait hartstikke soepel. Hier en daar een frame erop. Maar de Nintendo Switch heeft natuurlijk niet dezelfde technologie. Mm. Dus hij is iets minder stabiel. Maar ook iets. Ik bedoel, wat ik ervan gezien heb, ik heb er nou een paar uur mee gespeeld, zowel docked als gewoon als handheld. En hij ziet iets flatser uit, de framerate is wat lager. Maar het gaat erom dat je Doom gewoon onderweg mee kan nemen. Dat is en toch super vet? Dat is het, denk ik. Ik denk dat Nintendo hier een hele goede move mee heeft gemaakt, want zulke games wil je op handheld spelen. Kijk, de PlayStation Portable en Vita hadden wel wat games, ja. Maar kom op, Doom voor onderweg. Doom voor onderweg. Dit wil je gewoon. Ja, dit wil je. En nog steeds, de rest van de game is nog gewoon, het werkt nog steeds lekker. Ook met minder frames is het nog steeds soepel. De muziek blijft ontzettend bruut van Mick Gordon. Het staat nog steeds elke dag bij mij op Spotify aan. Het is echt. Het is een heerlijk soundtrack. Het is een goede soundtrack. En vooral de singleplayer. Het is gewoon weer echt zo lekker om er doorheen te spelen. En vorig jaar heb ik ook heel veel plezier beleefd op de PS4. Maar ik durf te zeggen dat ik met de Switch minstens even plezier aan heb. Ook al is het grafisch wat minder, inderdaad. Maar gewoon onderweg in de trein. Even een beetje Doom spelen. Even met de koptelefoon op en vol gas. Dat is echt super vet. En er komt dus ook nog de Wolfenstein aan. Dus Bethesda is wel lekker bezig om dat soort games die, wat je al zegt, gewoon onderweg zou willen spelen, dat je dat ook kan spelen. Ja, maar zo'n singleplayer game is ook gewoon perfect om even snel te pakken, even naar een checkpoint te gaan en dus nog eens maar even weg te leggen, omdat je over moet stappen op de trein. Want that's it. Maar bevat Doom nog nieuwe features of is het echt exact dezelfde game? Nee, er zitten nog wel een paar features bij. Er zijn in de toekomst, of er zijn afgelopen jaar wel wat updates en patches en zo online gekomen. Ja. Die zitten allemaal in de Nintendo Switch versie. Met natuurlijk, hebben ze een hele leuke naam aan de update gegeven. Dit is natuurlijk update 6.66. Mooi. Ja, heel prettig. Ja. En de multiplayer zit er ook nog steeds in en die werkt ook naar behoren. Natuurlijk is dat lastig om dat onderweg te doen met wifi in de trein, want die kan nog niet eens fatsoenlijk nos.nl open krijgen. Nee, dat is inderdaad een probleem. Ja, maar thuis werkt dat gewoon als je hem vooral docked hebt of een beetje goede wifi verbinding, dan werkt dat ook hartstikke prima. Enige wat ze weg hebben gehaald is de map editor, maar dat speelde volgens mij echt maar 3 mensen. Dus op zich is dat niet heel erg een... Weet je wat het is? Er waren wel wat creatieve maps verschenen. Maar inderdaad, ik denk dat het gewoon een te klein onderdeel was. En misschien kan de engine het ook, of misschien kan de Nintendo Switch het ook niet helemaal aan om dat allemaal te processen. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad geen heel groot gemis is. Het is geen heel groot gemis. Ja, misschien is het leuk als je onderweg een leuk leveltje elkaar kan bouwen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou het enige zijn waar ik denk van oké, daarom zou je hem missen. Maar voor de rest, het singleplayer, kom op. Dat is de enige reden eigenlijk waarom je hem gewoon wil spelen. Ja, hij draait. Hij draait gewoon. Ik ben er zo enthousiast over. Want ik had het niet verwacht. Want de Switch is toch niet zo'n krachtpatser. Dat is nog zwak uitgedrukt. Als de consoles en vooral een PC. Ja. En dat zo'n game als Doom daar gewoon redelijk tot best wel goed op draait. Ja, dan krijg ik nu ook wel zin om binnenkort daar een keer Wolfenstein op te gaan spelen. Ja, dat snap ik wel. Nee, ja, maar dat is het. Nintendo maakt gewoon een goede. Maakt gewoon een goede beurt door zulke games naar de Switch te brengen. En ja, hopelijk gaan we dit in de toekomst steeds meer zien. Ik hoop het ook. En voor nu, de game draait, hij staat. Hij staat. Doom op de Switch. We kunnen er verder niks over zeggen. Ja, ik kan er wel een nieuw cijfer aan hangen, maar het is.
dat gaan we niet doen. Nee, hij is gewoon net zo goed. Het is alleen inderdaad hoe je het wil zien. Vind je het belangrijk om onderweg een leuke game te spelen? Nou, dan ga je nu naar de winkel Rijn je om Doom te gaan halen. Dat is echt... Ja, ik ben echt heel blij ermee. Mooie conclusie. Dus. Demonen. Ja.